pas geleden is bekend geworden dat jij weggaat bij Ziggo Sport. Ja. Kwam dat als een verrassing? Ja. Ik had gedacht en gehoopt dat ik nog 40 keer Rondo zou kunnen maken. Rondo is het programma waar Het voetbaltalkshow op de zondagavond. En dat had ik eigenlijk ook wel normaal gevonden. Maar men heeft voor iets anders gekozen. Men gaat voor jongen, geen enkel probleem. Prima vent, Wietse van der Groot. En het opent nu ook wel weer deuren voor mij. Want ik kan nu ook weer andere dingen doen. En dat is ook wel weer leuk. Ik heb tot nu toe altijd gezegd... mijn leven begint ergens op een spoorbaan. En het locomotiefje loopt. En loopt en loopt en loopt. En dan komt er een wissel en dan loopt het verder. Als ik maar niet in het kopstation van Haarlem terechtkom, want dan stopt het. Dan, ja, dan sta je en dat daar. Wil ik dus nog niet. Tussen Zandvoort en Haarlem sta je dan. Ik, dat weet wil precies, ik weet precies waar dat onder vandaan. Nee. Maar ben je dan op zo'n moment ben je dan boos of teleurgesteld? Is dat... Teleurgesteld. Ja, ik was echt teleurgesteld. Ja. Maar dat betekent, dan liggen ook nieuwe, wat je net al zegt, dan liggen er nieuwe kansen. Wellicht. En, ja. En waar hoop je dan op? Ben je al gebeld? Ik ben wel gepeild door omroep of door productiemaatschappijen. Of door iemand, maar al een aantal jaren door mensen die graag een boek over mij willen schrijven. Misschien wil ik nog documentaires maken. Dus er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden nog. Maar ik wil nog niet stoppen. Dat vind ik nog veel te leuk. En ik heb natuurlijk nog wel stiekem de hoop dat ik nog eens een keer iets bij de NOS kan doen. Ja, dat wilde ik vragen. Kan bij je de terug? NOS ligt zo'n groot deel van mijn leven. En ik heb er zulke mooie dingen, de combinatie tv en radio, mogen meemaken. En ik ben er door de voordeur naar buiten gegaan, zoals ik bij Ziggo door de voordeur naar buiten ga. Maar daar ligt natuurlijk nog wel een heel groot stuk van mijn gevoel. Ja, dit is wel hoe we je kennen natuurlijk. Ja. We hebben ook levensvragen in het programma. Oh jee. Levensvragen, die kunnen over alles gaan. Die zullen we gedurende het programma een beetje aan je voorschotelen. Ik vraag je om er één te kiezen. We zetten er twee klaar. En dit zijn de eerste twee. Wanneer ben jij het meest gelukkig? Of waar heb je spijt van? En je moet kiezen, Jack. Wanneer ik het meest gelukkig ben, is... ik ben niet gelovig. En ik vertel nu iets wat mijn vrouw niet weet... en wat mijn kinderen niet, of mijn kind niet weet en wat mijn kleinkinderen niet weten. Vertel. Dat ik... wel eens naar boven kijken en dat ik hoop dat degene waarvan ik hou... heel lang gezond en gelukkig blijven. Dat ontroert me. Ja. En dat hoop ik. En dus dat maakt me het meest gelukkig als ik die mensen gelukkig zie. En mijn kleinkinderen. Gek is dit. Nee, dat is niet gek. Dit is wat het is. Je zit er van man tot man te praten. Ja, dat is gek. En je kiest dus voor die eerste. Wanneer ben je het meest gelukkig? Dan ben jij het meest gelukkig. Ja. Ja, als... Ben je daar bang voor? Is dat waar je wakker voor ligt, dat je denkt, oh god... Ja, ben je bang voor? Je hoopt het inderdaad zo lang mogelijk allemaal mee te maken. En dat de anderen ook zo lang mogelijk gezond en gelukkig zijn. Maar als ik die kleinkindjes zie van 6, van 12 en 13... Ja, dat is zo bijzonder. Dat is echt ongelooflijk. En dat heeft ook te maken met ouder worden. En het beseffen van het wonder van het leven... Dat zie je veel meer in een kleinkind dan in een kind. Want dan overkomt het je. Maar een kleinkind, dat is nog heel iets anders. Dat is wat het is. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.